Hoe kun jij de wereld veranderen van achter je computer? Dit is de Universiteit van Nederland. U vraagt zich natuurlijk af wat ik hier aan het doen ben. Ik, uh, ik protesteer. Ik uh, like. Ik uh, share. Ik ben photoshoppen. Ik upload. Kijk, hier heb ik een uh, protest geliked van uh, collega's die de universiteit willen veranderen. Nu heb ik een vraag aan u. Ik word ook wel een selectivist genoemd, een leunstoelactivist. Mijn vraag nu is, in wat voor opzicht denkt u dat dergelijke vormen van protest nu effect hebben? Dus wie denkt dat selectivisme dat je van achter je computer de wereld kan veranderen? Graag handen opsteken. Ja, dat is ongeveer de helft van het publiek. Wie denkt dat je voor echte veranderingen de straat op moet om te protesteren? Graag handen opsteken. Ik zou zeggen bijna een minderheid. Zo, so, Malcolm Gladwell, die was het met de tweede groep eens. Die was, er is ervan overtuigd dat om verandering teweeg te brengen, dat kun je niet alleen maar via sociale media doen. Malcolm Gladwell is een bekende Amerikaanse journalist, die werkt voor The New Yorker, een heel toonaangevend Amerikaans tijdschrift. In 2010 schreef hij een artikel wat heel erg gruchtmakend was. En het artikel het had de titel Small Change Why the Revolution Will Not Be Tweeted. Waarom de revolutie niet getweet zal worden. Volgens Gladwell faciliteren sociale media eigenlijk alleen maar wat hij noemt zwakke verbindingen. Verbindingen tussen grote aantallen mensen die het weliswaar mogelijk maken om informatie te verspreiden. Informatie heel snel te verspreiden. En die het ook mogelijk maken om. Voor mensen om zich te uiten in publieke communicatie, maar wat ze niet mogelijk maken uh, en wat ze niet faciliteren, zijn sterke verbanden. En sterke verbanden, dat is juist noodzakelijk voor protest, voor gevaarlijk protest ook. Om dat verhaal te illustreren, om mensen ervan te overtuigen dat je die sterke verbindingen nodig hebt, en sterke verbindingen zijn dus verbindingen, bijvoorbeeld tussen familie en vrienden, dat je die nodig hebt. Geeft Gladwell een aantal historische voorbeelden. Een van die voorbeelden, voor een van die voorbeelden gaat hij terug naar 1960, naar Greensboro, New Car uh, North Carolina. En hij geeft het voorbeeld van vier zwarte studenten die in protest kwamen tegen de raciale discriminatie die nog allemaal aanwezig was in de Zuidelijke Staten van de Verenigde Staten. Zij kwamen daarin tegen in verzet door naar een café te gaan en daar een kop koffie te bestellen. En zoals het toen altijd gebeurde, werd hen dat geweigerd. Wat deden ze? In plaats van weg te gaan, bleven ze zitten. Ze begonnen een sit-in. Het betekende het begin van een veel grotere protestbeweging. Waar in totaal 70.000 studenten in allerlei steden, universiteitssteden in het zuiden van de Verenigde Staten aan meededen. Nu zegt Gladwell, de basis voor dit protest zijn die sterke verbindingen. Die verbindingen tussen vrienden. Want die vier studenten die maakten deel uit van dezelfde verenigingen. Die liepen op, de campus, op dezelfde campus rond, kwamen elkaar daar tegen. En twee van hen die deelden ook een kamer. Nou zegt Gladwell, dit soort sterke verbindingen zien we eigenlijk overal terug in activisme. En dat zien we ook terug als we bijvoorbeeld kijken naar een andere hele gevaarlijke activiteit, terrorisme. En dan komt hij met het voorbeeld van de Rode Brigade. Een Italiaanse communistische terroristische organisatie die in de jaren zeventig in de Italiaanse steden opkwam. En hij zegt dan, onderzoek wijst uit, dat als je kijkt naar hoe mensen actief werden in die beweging, dan hadden ze eigenlijk altijd een hele goede vriend in die organisatie al zitten. Dus die sterke verbanden, die maken het mogelijk dat zo'n organisatie verder groeit en zich ontwikkelt. Nou, het verhaal van Gladwell... Klinkt aardig, maar is heel problematisch. En het is problematisch om de volgende reden. Hij analyseert Facebook en Twitter en andere sociale media in isolement. In de praktijk is het natuurlijk nooit zo dat mensen alleen maar, als ze gaan protesteren, alleen maar gebruik maken van Facebook of van Twitter of andere sociale platformen. Maar ze gaan ook de straat op. Ze bezetten pleinen. En als ze dat doen, dan nemen ze hun mobiele telefoon mee. Dan maken ze foto's en dan schieten ze video's en die, die uh, zetten ze op sociale media. Dus wat we zien eigenlijk is in de praktijk lopen die zwakke en die sterke verbindingen constant door elkaar heen. We zien dus het ontstaan van netwerken die bestaan uit zowel sterke als zwakke verbindingen. Nou, welke bijdrage leveren sociale media dan precies? Ten eerste maken zij de stap. Om te protesteren heel erg klein. En dat is heel belangrijk. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de Je Charlie-protesten. Na de aanslag op satirische tijdschrift Charlie Hebdo. Om solidariteit te tonen met de slachtoffers. en om de vrijheid van meningsuiting te benadrukken. en om de afschuw te tonen voor het fundamentalistisch geweld. gingen mensen zichzelf fotograferen met die slogan: Je suis Charlie. Zoals deze bodybuilder dat doet. Dergelijke online activiteit is regelmatig het begin van een diepere offline betrokkenheid. Dus het begin van een verdere betrokkenheid bij protest. Het maakt het mogelijk om het persoonlijke verhaal met het protest te verbinden. En het motiveert mensen om verdere actie te ondernemen. Dus wat zie je vervolgens is dat mensen die slogan meenemen de straat op. Dus de eerste belangrijke observatie die we moeten doen is dat sociale media protest uh, uitmaken in protest en, en, en daar een belangrijke rol in spelen, omdat ze de drempel verlagen om te betrokken te raken bij protest, omdat ze het protest persoonlijk maken, je kunt het met je, met je persoonlijke leven verbinden, je kunt zelf die slogan gaan dragen. En het kan het begin zijn van een diepere betrokkenheid bij protest. Maar we zien ook de omgekeerde beweging, dus we gaan nu een, stap, een, een tweede stap zetten. We zien de beweging van de straat naar de online, want iedereen loopt immers, dat zei ik net al, rond met een smartphone en maakt foto's en deelt uh, video's online en op die manier kan lokaal protest wereldwijd worden gedeeld, wereldwijd verspreid worden. Nou, activisten die nemen op die manier eigenlijk de protestverslaggeving in eigen hand. Die kunnen nu zelf protest uh, verslaan naar de wereld, naar de wijde wereld. Waar voorheen massamedia een hele belangrijke rol speelde... en eigenlijk de poorten waren naar dat grotere publiek... kunnen activisten dat nu zelf doen via die platformen. Ze maken een emancipatie van die massamedia mogelijk. Nou, als we dan kijken naar die informatiestroom van de straat naar de online... dan kun je zien dat dat soms hele grote gevolgen heeft. En een mooie illustratie daarvan is wat we... De uh, Pepperspray Cop meme noemen. En het komt voort uit een protest op de University of California, Davis, in 2011 tijdens de Occupy-protesten. Een agent die probeerde de protesterende studenten uit elkaar te drijven door gebruik te maken van een pepperspray. Ik wil jullie nu een kort stukje van dat filmpje laten zien. <tie> Het filmpje circuleerde online en één beeld werd eindeloos bewerkt en online gedeeld. Het werd een meme. Een meme is een idee of een slogan of een beeld wat gedeeld wordt en wat ook eindeloos bewerkt wordt. In steeds nieuwe variaties. De eerste bewerking die verscheen, vrij op de dag zelf nog, is deze. Don't mind me, I'm just watering my hippies, refererend aan de hele casual manier waar hij de studenten aan het sprayen was. Vervolgende bewerkingen wordt de agent uit het oorspronkelijke beeld geïsoleerd en in andere contexten geplaatst. Hier is hij te zien in een schilderij uit 1819, uh, waar de Declaration of Independence wordt. De Declaration of Independence is natuurlijk het symbool van Amerikaanse vrijheid en onafhankelijkheid, wat op deze manier bezoedeld wordt. En hier is de agent te zien op Mount Rushmore, waar hij de uitgehakte gezichten van de Amerikaanse presidenten onder sprayt en daarmee het presidentschap bezoedelt. De agent is onder andere door deze meme ontslagen. Maar belangrijker nog is dat door deze meme er een bredere discussie op gang kwam over het gebruik van politiegeweld om protesten uit elkaar te slaan. Daarmee komen we uit op een tweede observatie. Sociale media zijn belangrijk, want ze maken het mogelijk om wat er op straat gebeurt wereldwijd te delen. En dus eigenlijk dus die bredere verbanden mogelijk te maken. En dat wijzen dus naar het tweede punt. Het, leidt, het maakt het mogelijk om een fundamentele discussie op gang te brengen. En te laten zien hoe wat lokaal gebeurt eigenlijk in een veel bredere context begrepen kan worden. Nu wil ik aandacht besteden aan een laatste beweging. En de laatste beweging is die van, sociale, die van de straat naar sociale media en dan weer terug naar de straat. Dat kan goed geïllustreerd worden aan de hand van protesten in Ferguson, Missouri. Die volgen op de dood van Michael Brown, een ongewapende 18-jarige zwarte jongen. die werd doodgeschoten door Darren Wilson. Ik denk dat jullie je die, uh, dat incident, die, die moord, herinneren. in augustus 2014. Nou, volgend op die moord, die veel woede opriep. Uh, ontstonden in eerste instantie straatprotesten in Ferguson. en daarna in allerlei andere uh, steden in de Verenigde Staten. Ook. Gingen op middelbare scholieren, uh, uh, scholieren walk-outs organiseren. Waar ze de school uitliepen tijdens de les. Om te protesteren tegen wat er gebeurd was. Om te protesteren tegen politiegeweld en tegen discriminatie. De demonstranten hielden toen hun handen omhoog. en hielden borden vast. met de tekst: Black Lives Matter. En hands up, don't shoot. Dus, foto's van deze protesten werden gedeeld via Instagram, via Twitter, via Facebook. Hier is bijvoorbeeld een foto te zien van een, een protest in Minnesota. Hier is een student walkout op 1 mei 2015. De communicatie van sociale media speelt hierin een hele belangrijke rol. De foto's en de video's en de persoonlijke statements die motiveerden namelijk anderen. Andere studenten die twijfelden of ze wel wilden demonstreren, om op hun beurt weer op de straat op te gaan. We zien dus een zelfversterkende dynamiek van de straat naar sociale media en weer naar de straat. Het protest leverde vervolgens ook weer stof op voor een breder debat: een debat over het gebruik van politiegeweld tegen zwarte Amerikanen, over discriminatie, over de militarisering ook van de politie die steeds meer geweld gebruikt, zeker in de Verenigde Staten. En zo kan dus een lokaal incident, een misdrijf, door de sociale mediatie getransformeerd worden in een nationale discussie. Juist ook doordat de persoonlijke ervaringen van degenen die demonstreren heel erg sterk in die protesten een rol gaan spelen. Ze geven de protesten dus letterlijk een gezicht. Ter conclusie, het delen en bewerken van foto's en teksten via sociale media heeft dus wel degelijk zin. In dat opzicht is selectivisme misschien niet de juiste term om mensen mee aan te duiden die van achter een computer de wereld proberen te veranderen. Want sociale media vormen een cruciale schakel. Ze motiveren mensen om de straat op te gaan en omgekeerd verbinden ze de straat ook weer met de wijde wereld. Ze maken het mogelijk om een bredere discussie op gang te brengen. Je kunt de wereld dus veranderen van achter je computer. Maar natuurlijk gebeurt dat altijd wel in combinatie met andere activiteiten, protestactiviteiten. Je moet ook wel de straat op gaan. De vraag is natuurlijk wel of sociale media activiteiten die we dus zien op die platformen volledig spontaan verlopen. Of dat activistische leiders op de achtergrond misschien toch een rol spelen. Dat is een mooie vraag voor het volgende college.